Hallo, ken jij het gevoel dat er iets op is in je leven? Dat er gewoon weer iets niet klopt of net niet helemaal lekker aanvoelt? En dat merk je omdat je misschien wel merkt dat je net niet lekker in je vel zit. Je denkt bovengemiddeld meer na. Misschien voel je je gestrest of onrustig. Dat gevoel. Dat ken je misschien wel. Nou, ik ga jou vandaag in deze video vertellen wat het betekent, wat het je wil vertellen en vooral tools geven hoe je daarmee om kan gaan. Maar er zit een hele belangrijke, diepere laag onder en daar wil ik met jou induiken vandaag. Want het is echt belangrijk. Nou, om te beginnen, dat gevoel als er iets off is. Nou, eigenlijk is het crystal clear. Als er iets off voelt, dan is er iets off. Niet meer, niet minder. Als er iets off is, dan is het dat gevoel van er voelt iets niet helemaal goed. Iets voelt misschien wel naar. Dat gevoel komt gewoon rechtstreeks vanuit je ziel. Het probeert je te vertellen dat er iets in je leven net niet helemaal in lijn is. Net niet past bij wie je echt bent, wat je echt wil, wat je werkelijk verlangt van binnen. Dat is de informatie. Het is niet iets vervelends of iets wat je in de weg zit. Het wil je laten weten wat er mis is. En daardoor jou juist in beweging brengen om dat aan te passen. En vaak hebben mensen nu eenmaal een lichte aansporing nodig of een liefdevolle schop onder de kont van het universum om in beweging te komen. Als alles goed gaat, doe je niks. Herken je dat? Nou, ik in elk geval zeker wel. Dus soms is er meer nodig. En dan kan iets naarvoelen, maar is het een blessing in disguise, zou ik al willen zeggen. Nou, dat gevoel van off zijn, het hoeft niet meteen over levensgrote onderwerpen te gaan. Kan wel. De regel is eigenlijk dat hoe sterker er iets off voelt, hoe meer je last je ervan hebt. Ja, hoe groter het thema is waar het over gaat, weet je. Als je een keer een gesprek hebt waarin je waarheid niet spreekt, dan voel je daar iets van. Maar dat sluimerende gevoel, wat je misschien langere tijd hebt en wat maar niet weggaat, dat gaat over een onderwerp wat echt gezien wat wil worden. Wat echt aandacht roept. Schreeuwt misschien wel. Dan gaat het misschien over je relatie die niet lekker loopt. Of je baan die niet bij je past. Je financiën die je onder ogen moet komen. Kan van alles zijn. Ik wil nog eventjes met jou. Ja, ik zit even toch te denken waar ik nu naartoe wil. Ik wil nog met jou dat gevoel van off zijn, weet je? Waarom dat nou zo belangrijk is, dat gevoel dat er iets niet klopt. Jij kent misschien wel heel veel mensen om je heen die geweldige baan hebben, of die baan geweldig vinden. Een paar keer per jaar vakantie gaan, elke keer wat groei in inkomen en dat is voor hun voldoende. En voor jou niet. En waarom niet? Wat is er dan mis met jou? Ben jij dan nooit tevreden? Moet je altijd meer, meer, meer? Heb jij een soort onverzadigbare hebzucht? Dat is het dus helemaal niet. En ik wil dat je dit echt, echt in je oren knoopt. Nooit meer vergeten. Want ik weet, ik heb het ook heel vaak gedacht, getwijfeld. Waarom voel ik dit nou? Waarom is het voor mij niet genoeg? Ben ik dan nooit tevreden? Wil ik altijd maar meer, meer, meer? Dat is het niet. Heel veel mensen willen een leven leiden. En voor hen gaat het erom wat ze hebben. Jij wil een leven leiden wat in overeenstemming is met je ziel. Met wie je bent, wat je voelt. Daar gaat het om. En dat is echt heel wat anders. Het gaat je niet zozeer om het hebben. Je wil jezelf zijn, want daar zit jouw vervulling. Dat is wat je zoekt. Wat je zoekt, ben jij. Laat dat even, echt even tot je doordringen. Tot elke cel en vezel van je lijf. Dat is het punt. En het is niet zozeer dat je het niet genoeg vindt en dat het... Kijk, je hebt de energie van, nou, ik vind het mijn baan kloten en ik ben niet tevreden en ik verdien ook niet genoeg. Ik moet hard werken en dat
Versus ik neem niet genoegen met minder dan een leven, dan het leven wat voor mij weggelegd is. Dat leven dat ik vol, waarvoor ik op de aardkloot gezet ben om het te gaan leiden. Door mij mag het ontstaan. You don't settle for less. Dat is iets anders. Dat is echt iets anders. Iets wezenlijks anders. En het is belangrijk dat je dat weet. Zodat je nooit meer in die mindfuck hoeft te stappen van... Oh, maar ben ik dan... klopt dit wel? En bij anderen lijkt het wel genoeg? Ja, voor anderen is het genoeg. Maar niet iedereen verlangt hetzelfde in het leven. Jij bent een intuïtief, zeer sterk persoon. Jouw energie wil zich manifesteren in dit leven. Je ziel wil tot uitdrukking gebracht worden in jouw leven. Het wil eruit. Het leven wat je hier voelt, dat wil echt neergezet worden. En ja, alleen jij kan dat. Je hebt alles in je en altijd al gehad. You were born ready. Je mag alleen je intuïtie weer wat afstoffen, want je hebt het heel lang aan de kant gestopt. En je hoofd misschien wel op één gezet. He, omdat dat dan eenmaal is wat je leert. Nou, dan zitten we echt in die grootsheid van die missie. Maar het kan dus ook over allerlei kleine dingen gaan. Het kan zijn dat je iets opvoelt als je met iemand praat en die vertelt iets en het is niet waar. Als jij misschien ja zegt terwijl je nee zou wilde zeggen. Dat kan allemaal. En het is eigenlijk gewoon een vriendelijke herinnering van... je ziel. Je ziel wil je altijd het leven geven wat het beste is voor jou. Het werkt altijd voor je, nooit tegen je. Maar omdat wij zo keihard wegrennen, als onze intuïtie tegen ons spreekt, we willen het niet horen. Alles doen we om weg te lopen. We willen het niet nu, we zijn er nog niet klaar voor. En we gaan erover nadenken om het uit te pluizen in ons hoofd. We stellen het uit naar de toekomst. En daardoor negeren we die stem heel lang. En dan gaat die stem steeds harder roepen om aandacht. En daarom voelt het vervelend. En dan gaan we ook nog in conflict met die gevoelens. Terwijl eigenlijk het leven maar één ding van ons wil. Ons gewoon weer terugbrengen bij dat goede gevoel. Dat of-gevoel is een uitnodiging om in overeenstemming met je ziel te gaan leven. En als dat in lijn is, als je een leven van buiten leeft wat je van binnen voelt, dan ben je in overeenstemming met je ziel en dat voelt goed. Dan voel je gewoon weer goed. Het klopt. Dat is magie. En jij kan die magie echt in je leven brengen. En het zit in die alle kleine dingen. Je hoeft echt niet per se, het hoeft niet in... iets te zitten qua werk. Het hoeft niet groot te zijn. Het gaat om alles. Je hoeft niet een groot en meeslepend leven te leiden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het gaat erom dat je doet wat voor jou goed werkt. En dat weet jij alleen. Jij bent dat ontbrekende puzzelstukje. En dat is wat je mist. Je bent het leven gaan leiden. En dat zit in hele kleine puntjes. Dat hoeft niet helemaal niet heel groot te zijn, maar dat kan zijn als je iets zegt wat tegen jouw waarheid indruist. Dat is al tegen jezelf inleven. Dat zit in allemaal dat soort kleine gesprekken, kleine keuzes waarin je iets kiest wat niet synchroon is met wat je hier voelt. En je weet dat altijd, want je intuïtie geeft heel duidelijke signalen. En wat kan je daar nou aan doen? Nou, ik zou je echt willen uitnodigen om weer te reconnecten met je ziel. Je hoofd, die stem, die is vaak al loud en clear. Daar mag je best wel eens naar luisteren, want er is niks mis mee. Maar de stem van je intuïtie is vaak weggestopt. Die kan je weer beter, die kan je wat meer op de voorgrond gaan zetten. Ga eens wat vragen stellen. Wat wil dat gevoel mij vertellen? Waarom voel ik me of? Wat betekent dit? En je hoeft niet meteen antwoord te krijgen. Je kan het universum ook vragen om je wat in te fluisteren. En soms krijg je dat letterlijk in een gesprek met een vriendin die je hebt. Je leest wat in een magazine. Misschien... weet ik veel, zie je een reclamebord... iets op tv, op een website,
Of je weet het ineens, dat kan ook. En misschien krijg je wel meteen antwoord binnen. Vaak het allereerste antwoord wat je binnenkrijgt is je intuïtie. Nog voordat je erover na kan denken. Maar omdat het zo simpel is, denken we, dat kan toch niet zo makkelijk zijn? Nou, dat kan dus wel. Wij maken het alleen mega ingewikkeld. Jouw leven kan vanuit een hele makkelijke flow verlopen, als je eigenlijk gewoon luistert naar jezelf. Dus ga daar eens wat mee oefenen. Wat is belangrijk voor mij vandaag? Wat vertelt dit gevoel me? Ga dat eens wat vaker volgen. En houd het eens bij een notitieboekje. Dan ga je vanzelf wel patronen en gewoontes ontdekken. En krijg je steeds meer gevoel bij datgene waarom het opvoelt. En weet je, ik denk dat jij het al lang weet. Wat er of is. Je probeert er misschien alleen van weg te rennen, het weg te duwen. Of er is, je wil het nog niet horen. Dat is totally fine. Weet je, je hebt vaak meer tijd nodig om de dingen te kunnen ontvangen. En bij verandering hoort weerstand en een groei. En een crisis is een uitnodiging tot de grootste groei. Dus omarm al die gevoelens, zou ik zeggen. Luister eens wat vaker naar je intuïtie, want die heeft je echt wat te vertellen. En als jij een blueprint van je ziel wil, als je wil dat ik echt naar die kern kijk, naar die potentie, die mogelijkheden, wat jij echt graag wil neerzetten, dan kun je een werkreading boeken bij me. Ik kijk dan naar de 6 thema's rondom je werk, je loopbaan, je carrière. Wat je echt graag wil en waar je goed in bent. Ga dan naar de website methodeeigen.nl en dan kun je een werkreading boeken. Kost €97,95. Maar dan heb je ook echt wel wat aan jezelf gegeven. Een hele gave reading die je waarschijnlijk een hele tijd zal bijblijven. Want een reading werkt op meerdere lagen door. En je kunt hem altijd terugluisteren, want je ontvangt een opname daarvan. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Bye!